Het Nationaal Instituut voor Milieuontwikkeling in Suriname, NIMOS, en de United Nations Development Programme, UNDP, hebben vanmorgen de tweedaagse National Adaptation Plan, NAP, workshop afgesloten in de bankethal van Torarica. Deze workshop had als doel het vaststellen van de prioriteiten als het gaat om het Nationale Adaptatieplan. Het NAP helpt de klimaatverandering te integreren in de nationale besluitvorming. Volgens de organisatie moet het niveau worden vastgesteld van de risico's van onze adaptatieopzet. Ria Jarab, de Housing and Infrastructure Expert, zei dat Suriname met onze housingstructuur moet gaan naar efficiënt gebruik van energie. Wat wel nu gaande is, en dat is waarschijnlijk wel een positief punt, is dat er nu een plan, een proposal in de maak is, of althans, het is in het proces van approval. En dit is een adaptatieplan voor Groot Paramaribo, Paramaribo en de omliggende gebieden. En het gaat over urban investment voor de resilience op Paramaribo. Het gaat dus eigenlijk erom dat we de weerbaarheid van de communities binnen Paramaribo en de omliggende gebieden kunnen vergroten door strategic urban planning en sustainable infrastructure investment. Het is nog wel in de proposal, zeg maar, status, maar als dit goedgekeurd wordt, dan denk ik dat dit een enorme impact zal hebben op onze weerbaarheid, een verbetering van onze weerbaarheid en dat zeker een positieve invloed zal hebben voor onze built environment in het geheel. Volgens Nathalie Emmanuels, mijnbouwexpert, is de mijnbouwsector in Suriname meer dan alleen de kleinschalige mijnbouwsector. Naarmate er meer aandacht kwam vanuit multinationals als Rosebel Gold Mines en IAM Gold, kwam er meer leven en structuur in deze sector, zegt Emmanuels. We hebben in Suriname verschillende mijnbouwmethoden. We hebben surface, dat is oppervlakte mijnbouw. En daarnaast hebben we ook nog ondergrondse mijnbouw. Als we denken aan surface, denken we aan oppervlakte mijnbouw, denken we aan de bauxietwinningindustrie, die helaas vorig jaar december tot zijn einde is gekomen, was vanaf 1914 tot 2016. Daarna hebben we gold mining, we hebben large scale, medium scale en small scale mining. Large scale hebben we thans twee grote operaties, we hebben IAM Gold. Welke zijn operaties heeft in het district Brokopondo, dochtermaatschappij Rosebel Gold Mines. We hebben medium scale, daarbij hebben we eigenlijk drie. We hebben Grasalco als staatsmijnbouwbedrijf. We hebben daarnaast de operaties van Nana Resources. En we hebben als derde ook nog Sarafina. En er zijn nog een paar kleine, medium, nou niet klein. Ze hebben een exploratieconcessie en een exploitatieconcessie, maar als je kijkt naar hun winningsmethode, is dat nog steeds op basis van leasing, waarbij small-scale miners ingezet worden om de mijnbouwactiviteiten uit te voeren. Nathalie Emmanuels, mijnbouwexpert. Ze sprak vanmorgen bij de afsluiting van de tweedaagse NAP-workshop.